Conversations at the End of the World is hier te zien in Rotterdam op 16 september en is mij gevraagd u te vertellen waarom ik zelf daar benieuwd naar ben en waarom jullie daar ook allemaal naartoe moeten komen. Ik zag ooit End van Chris, ik denk dat dat in Brussel was. Het is een wonderlijke combinatie van mogelijke eindes van ons mensen, maar ook van de dingen die we gemaakt hebben, de machines waarmee we onszelf omringen. En het is een thema waar Chris zich in vastgebeten lijkt te hebben. En nu in Conversations at the End of the World laat hij zich inspireren door teksten van Daniel Harms, de Russische dichter, schrijver. En werkt hij samen met vier prachtige acteurs die je niet vaak genoeg kan zien. José Kuipers, Johan Leijzen, Jan Steen en Jeroen van der Ven. En zij spreken met elkaar in een wereld die al bijna ten einde lijkt. Een lege wereld waarin ze alleen nog elkaar hebben. En dan is het ook fijn om te lezen dat ze misschien zullen dansen of zullen zingen. Ik verwacht er veel van. Het is iets wat mijzelf ook veel bezighoudt. Ja, dat we met z'n allen voortdurend maar catastrofes en mogelijke eindes benoemen. Maar wat betekent dat echt? Wat betekent het ook voor ons nu om steeds te denken dat het straks stopt? Waarom denken we dat? Wat hebben we daaraan? Wat levert ons dat op? Wat gebeurt er als we dat met elkaar onderzoeken en echt aangaan? Ik ben heel benieuwd. Ik hoop jullie dan te zien.